15 jaar geleden kwamen er een paar jongeren bij elkaar. Het was tijd voor actie. We wilden graag iets doen voor mensen die wel wat aandacht of hulp konden gebruiken. Maar waar begin je dan? We ontdekten dat als je iets wil doen, dan moet je erop uit. Je jas aan en naar buiten gaan. Het was tijd voor actie. Dat was voor ons ontdekken en pionieren. We gingen op kerstavond op bezoek bij mensen die dak- en thuisloos waren. En daar gebeurde het. We hoorden verhalen van mensen, van wat ze hadden meegemaakt en wat ze misten in het leven. En dat deed iets met ons. Hier werd een nieuw vuur in ons ontstoken. Een eeuwenoud vuur van liefde en omzien naar elkaar. En dat zette nog veel meer jongeren aan tot tijd voor actie voor de medemens. Inmiddels is deze beweging gegroeid naar 25 lokale jongerenvrijwilligersnetwerken in het land. In verschillende steden en dorpen bieden duizenden jongeren hulp en netwerk aan mensen in nood. Die eerste jongeren, 15 jaar geleden, die waren geraakt door de geboorte en het leven van Jezus. Door de compassie die Hij heeft voor mensen in nood. En zo kwamen zij zelf in beweging. Er staat geschreven dat in de tijd dat Jezus geboren werd, de mensen in het donker leefden. En zij werden beschenen door een helder licht. Ook nu zijn er mensen die in het donker ronddolen en verlangen naar een schitterend licht. Door zorg van een ander te ontvangen, door gezien en gehoord te worden. En door geliefd te zijn door de mensen om je heen en door de maker van hemel en aarde. Graag wens ik je namens Tijd voor Actie een bijzonder en heerlijk kerstfeest toe.